hoogspanning in het handbal. Pakt Hubo Initiaasselt aanstaande zaterdag de titel of wint Achilles Bocholt? En beslist een bellen volgende week over het kampioenschap. Beide ploegen wonnen dit seizoen al één prijs. Achilles Bocholt de Benelieke. Hubo Initiaasselt de beker van België. En daar gaat hij in de hoogte. Ja, dat is ongelooflijk, onbeschrijfelijk goed gevoel. Je hoopt daar stiekem weg als coach wel op als je zo start bij een topclub, wat Initia toch wel zeker is en was, zeker ook bij aanvang van het seizoen. En als je dan die finales kan spelen en dan winnen, ja, dan is het summum, het ultiem gevoel van blijdschap. Gaat zoveel door je hoofd en ja, vooral enorme blijheid dan. Heel veel voldoening ook, omdat je aanpak, je arbeid, omdat die slaagt? Alles komt dan zo precies weer in de film voor, van het begin van de voorbereiding, de veranderingen die we toch al hebben doorgevoerd, de groep die fit is gebleven vooral. En dan heb je toch wel voldoening, zo, omdat ook wel de doelstelling was die vooropgesteld was door het bestuur. En als je die dan kan waarmaken, ja, dan ben je gewoon heel gelukkig. Ja. Ja, het was een bijzonder weekend, vooral omdat wij een heel moeilijke periode voorafgaand aan de Final Four hadden. We misten een aantal spelersjongens die de week ervoor of twee weken ervoor uitvielen. We waren Bartosz al een tijdje kwijt. Dan ga je toch met een beetje onzeker gevoel die Final Four in. Maar ja, we hebben daar een geweldig weekend gespeeld, twee topwedstrijden gespeeld met iedereen in een topvorm. Een subliem weekend. Met een mooie apotheose in de finale tegen Lions, topwedstrijd spelen, op de toppen van de tenen gepresteerd en dat was nodig om te winnen. En dat lukt uiteindelijk, dus het is een geweldige einde van de Benelieke voor ons geweest. Vorig seizoen vormden Bart Lendes en Corneel Doeve een duo en wonnen ze samen alle prijzen die er te winnen vielen. Dit seizoen staan ze tegenover elkaar. Ja, we zijn al sinds jongs af aan kameraden, dus dat is nog altijd zo. En dus in die wedstrijd vind ik dat eigenlijk niet zo belangrijk. Ik ben niet bezig met Cornel, ik ben eigenlijk meer bezig met Hasselt en met mijn ploeg. Achteraf en op voorhand is dat natuurlijk wel een beetje moeilijk. We hebben nog wel wat contact door de weken zo. Maar ja, het is wel bijzonder ook wel omdat we vorig jaar en de afgelopen 3 jaar goed samen hebben gewerkt. En ik ben blij voor hem, maar ik hoop niet dat hij van het weekend blij gaat zijn door te winnen van ons. Het is natuurlijk jammer dat er een van ons twee aan de verkeerde kant zal staan. Dat is het enige nadeel, maar op zich is het voor ons alle twee een mooi moment wel, denk ik, om te koesteren. Ik moet zeggen dat bij de eerste wedstrijd in Bocholt was het toen, in de Beneliga, had ik daar toch wel wat moeilijk mee. Zo, vooral was ik toen heel zenuwachtig, omdat het toen nog het begin was van de Beneliga, nieuwe club. En je wil dat dan heel goed doen tegen je ex-club. Toen vond ik dat had ik het eigenlijk wel wat moeilijk, zo raar, heel vreemd gevoel, ik kan dat moeilijk beschrijven. Een leerling-meester gevoel? Ja, misschien was het dat wel, misschien was het daarom ook dat ik zo zenuwachtig was, omdat je het dan ook meteen goed wil doen, omdat ja, Bocholt vorig jaar alles gewonnen had. En je komt daar dan als groentje, zeg maar, als T1 bij Initia en je wil het dan ook direct goed doen. En dat is toen ook niet gelukt en ik was dan toch wel erg ontgoocheld. Maar ja, naarmate dat seizoen dan begint te vorderen en dan kwam die terugmatch die we winnen en dan de kwartfinale van de beker. En dan stond ik daar wel met een beter gevoel na de wedstrijd natuurlijk. En nu in de mate van de loop van het seizoen is het alleen maar nog beter geworden. Ja. Sinds half februari kan Bart Lendes niet meer rekenen op Bartosz Kedziora. De Red Wolf liep in de thuiswedstrijd tegen Caland Tongeren een ernstige knieblessure op. Bartosz is als trainer is dat iemand die het verlengstuk is in de aanval van de trainer eigenlijk. Hij begrijpt alle dingen, hij snapt wanneer hij wat moet spelen, op welk moment. Dat is een hele slimme speler die de ploeg beter laat spelen, die mensen voor doel brengt, die de vrije man perfect zoekt. Die ook temporiseert of versnelt wanneer het moet. En dat is een belangrijke schakel geweest de afgelopen jaren hier in Bocholt. En dat zal nog steeds zo zijn als hij terug fit is. Maar voor mij heb ik toen ook het hoofdstuk afgesloten. Bartosz ging het seizoen niet meer kunnen spelen. En is dan andere jongens om het over te nemen. Daarvoor hebben we ook een ruime kern. Hoe is het met hem nu?
Zijn operatie is goed verlopen, de signalen die ik krijg zijn positief. Hij is ook al terug een beetje aan het revalideren, aan het trainen. Hij hoopt in september terug wedstrijden te kunnen spelen, dus we moeten nog een beetje afwachten. Dat is nog een beetje lange termijn planning. Afgelopen zaterdag versloeg Hubo Initia Hasselt Achilles Wocholt, waardoor het 1-0 staat voor de Hasselaren. Onze dekking stond top. Ik moet ook zeggen dat ons afwerkingspercentage in aanval in vergelijking met de matchen daarvoor ook een pak hoger lag. Lag erg hoog. Dus de eerste helft was misschien wel een van onze betere matchen, of helften zal ik zo maar zeggen, van het afgelopen seizoen. Ik denk dan de eerste 10 minuten in de tweede helft dat we ook nog doorgingen, dat elan. En dan doet Bocholt een tactische zet waar we wel problemen mee hadden. Dat ze iets gemakkelijker doelpunten konden maken. En wij toen ook nog wel kansen creëerden, maar ze niet meer zo scherp afwerken op dat moment. Maar ik moet zeggen, als op zeker moment het verschil 10 is, dan... Je wil dat niet als coach, maar dan gaat er kruiper toch iets in een ploeg. Je wil dat niet, maar dat kruipt er sowieso in. Dat die op een andere manier gaan verdedigen, een andere manier gaan aanvallen. Niet meer zo scherp zijn in hun duels. En ik denk dat dat wel een reden was dat we toen op het einde de match wel wonnen. Maar niet afgetekend, zal ik zo maar zeggen. Eigenlijk ging zo wel alles mis in mijn ogen. We starten heel slecht. Iedereen zijn eerste shots gingen de mist en zijn eerste verdedigende acties mislukten. We kregen te gemakkelijk doelpunten tegen. We stonden op bijlandjes. Dus, de spirit zat niet echt goed. Het was geen finale spirit, vond ik. En, hoe verklaar je dat? Ik weet niet. Ik ben er ook nog naar op zoek. En ik denk het individuele niveau dat ook weer belangrijk is. Niemand speelde zijn beste wedstrijd. Niemand kwam direct in de wedstrijd. En we waren een beetje aan het zoeken met onszelf. En we komen dan ook tegenover een Hasselt die heel efficiënt was. Die denk ik ook wel een van zijn beste wedstrijden van het seizoen speelde. En wij een van onze slechtste. Het was geen mooie wedstrijd om naar te kijken, denk ik. Absoluut niet. En zeker als je Bocholt supporter bent, niet. De analyse van die wedstrijd is gewoon voor mij heel simpel. Vechten voor elkaar was te weinig. De drang om de tegenstander het moeilijk te maken was te weinig. De omschakeling was te traag. Aanvallend was te individueel. Dus dat was te weinig ploegspel, aanvallend verdedigen. En dan denk ik dat wij een van onze sterktes daar niet laten zien. En dat het dan tegen Hasselt, wat heel uitgekookt speelt, heel moeilijk is en zal zijn. Nu zaterdag volgt de tweede play-off finale. Vraag is... Pakt Hasselt hun 14e titel of houdt Achilles Wocholt hun titeldroom levend? Het is een finale. We zijn normaal heel goed in finales. We hebben de afgelopen 4 jaar alle finales die we gespeeld hebben gewonnen. Dus ik denk dat we toch wel een finale ploeg zijn. Dus ik denk dat we terug moeten pakken naar die momenten dat we echt moeten laten zien van wij zijn onoverwinnelijk. En thuis kunnen we natuurlijk altijd iets meer met het publiek erachter. We hebben dit jaar 2 keer thuis vlot gewonnen van Hasselt. Dus ik heb nog alle vertrouwen in de ploeg en zij ook in zichzelf hopelijk. En dan is het gewoon het op parket brengen zoals het moet. Ik verwacht een veel stugger Bocholt in vergelijking met het afgelopen weekend. Wij gaan proberen opnieuw dezelfde dekking te zetten. Maar ik bedoel, dezelfde agressiviteit, dezelfde ingesteldheid, focus. Maar ik verwacht van Bocholt ook wel een andere instelling. Ik vond hun... Ik had een anders verwacht bij het begin van de wedstrijd. Dus dat gaat zeker anders zijn. Ik bedoel, dan zal het zijn, dan gaat het weer van details afhangen. Is er sprake van druk? Is het zo dat jullie met het mes op de keel komen, omdat zij 1 voor staan? Ja, zij staan nu voor. Ze hebben misschien het mentale voordeel uit de vorige wedstrijd. Maar we weten hoe sterk dat we thuis kunnen zijn en dat we Hasselt aan kunnen thuis. En we moeten dat gewoon 2 keer... Zeker een optimale prestatie leveren en dan zal die titel voor ons zijn. Als Hasselt hier komt winnen, dan hebben ze het verdiend en dan hebben wij het laten liggen. Zo simpel is het in de sport en daar ben ik mee ook realistisch. Wat wordt het zaterdag? Ik denk een overwinning voor Bocholt en ik hoop een overwinning voor Bocholt. Het verschil maakt mij absoluut niet zoveel uit. Ik wil een goede wedstrijd zien en ik wil dat wij ons niveau halen. Dan wil ik nog wel eens zien of Hasselt hier kan komen winnen. Hasselt zaterdag kampioen of wordt het toch nog een bellen? Dan ga ik voor de eerste. Hasselt zaterdag kampioen. Als er nog een bellen zou moeten komen... Dan denk ik dat de winstkansen voor Bocholt stijgen. Nu denk ik dat wij een stapje voor hebben.